Wij gaan naar de tweede ronde. En dit zijn de deelnemers aan dit debat. Joris Thijssen van GroenLinks Partij van de Arbeid, Cor Pierik van BBB, Roelof Bisschop van de SGP, Harm Holman van NSC en Pieter Ginwis van ChristenUnie. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het punt is dat van links tot rechts willen politieke partijen het inkomen van de boer verbeteren. Dat ging er in het vorige rondje ook al over. En een van die manieren is door groene diensten te belonen. Bijvoorbeeld agrariërs die aan natuurbeheer doen of maatregelen nemen voor herstel van de biodiversiteit, dat soort dingen. Maar de grote vraag hier, wat is nou een juiste beloning voor dat werk? Eerste analyse uit de praktijk. Esther. Ja, dankjewel Roelof. Inderdaad, die beloning en dat verdienvermogen, daar gaat natuurlijk het heel vaak over. Dat hoorden we ook al in het eerste debat opdoemen. Ik ga daarover praten met Niels Wassenaar. Hij is melkveehouder in Leusden. Welkom Niels hier bij het debat. Waarom is dat verdienvermogen voor jou zo ontzettend belangrijk? Nou, uiteindelijk is het verdienvermogen voor iedereen belangrijk. Hè? Elke ondernemer is dat natuurlijk belangrijk. En als je nu kijkt naar deze stelling die er is met die ecosysteem beter belonen, dan willen we er misschien best wel naar kijken. En dan kan ik alleen maar voor mezelf spreken. Ik zit op een pakboerderij op landgoed met 1,5 miljoen mensen die zeg maar, jaarlijks langskomen. En daar wordt veel gevraagd over ecodiensten, biodiversiteit. Op dit moment krijgen wij daar gewoon een onkostenvergoeding voor. Als ik hectare wil omruilen naar een ecodienst, dan moet daar gewoon echt een goed verdienmodel voor zijn. En dat is niet alleen belangrijk voor mij, maar dat is ook belangrijk voor de opvolgende partij. Als die opvolgende partij, als die zeg maar naar de bank gaat voor een bedrijfsovername, dan zal die bank zeggen, dat wil ik langjarig perspectief hebben. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die politici daar tegenaan kijken. Ja. Boeren krijgen steeds meer extra taken, hè? Inderdaad, dat zijn die groene diensten, zoals we die noemen. Daar moet ook dus een verdienmodel ook onder liggen. Want het kost boeren veel tijd om dat goed uit te voeren. Uiteraard kost het veel tijd om het uit te voeren, maar uiteindelijk kost het ook gewoon ruimte. En op dit moment hebben wij gewoon een melkveehouderijbedrijf, waar wij gewoon met onze koeien zeg maar, gewoon hoogwaardige producten afleveren. En we hebben gewoon grond nodig om die koeien te voeren. Nou, en als je dat wil inruilen voor een ecodienst, dan moet daar gewoon echt een goed verdienmodel tegenover staan. En niet een onkostenvergoeding zoals ik net ook al zei, want daar kan je het gewoon niet meer redden. Wat voor ecodienst voert u bijvoorbeeld uit op uw bedrijf? Ik heb een aantal op dit moment. Ik heb onder andere kruidenrijk grasland ben ik mee bezig. Ik doe ook nog wat aan biodiversiteit en kruiden inzaaien. Ik doe nog wat slootonderhoudpakketten. En dat gaat op dit moment eigenlijk allemaal met het agrarisch natuurbeheer. Mijn omgeving vindt het belangrijk. We vinden het zelf ook leuk en interessant om daaraan deel te nemen. Maar het is nogal kleinschalig. En nogmaals, daar krijg je inderdaad een onkostenvergoeding voor. Maar als je echt over hectares gaat spreken, dan moet het op een andere manier. Dus het moet op zijn minst riant beloond worden? Ja, kijk, het moet gewoon goed beloond worden dat het tegenover staat wat je nu hebt. En waar moeten we aan denken als het gaat om een goede beloning? Ja, dat wordt heel vaak gevraagd van over wat voor bedrag. Maar dat hangt natuurlijk echt af welk pakket je gaat afsluiten. Je kan niet zomaar 1-op-1 zeggen voor heel Nederland dat is zoveel duizend euro's per hectare. Dat kan je zo niet in één keer noemen. Je moet wel zo zien, het moet het geld wat dat opbrengt, moet zeg maar ten dienste kunnen staan van jouw bedrijf. Dus als je dat niet meer kan gebruiken voor voederwinning, als je dat niet meer kan gebruiken voor mestplaatsing, dan moet daar wat tegenover staan. En we hebben in de vorige stelling heel nadrukkelijk gehoord zeg maar, dat men zei, we moeten met minder vee kunnen. Als ik met minder vee morgen aan de slag ga, dan red ik het niet. Het is gewoon einde oefening. Heel simpel, hoef ik niet lang over na te denken. En het zou wel kunnen als u dus een fatsoenlijke beloning krijgt voor die ecodiensten. Dan moet dat verlies gecompenseerd worden door zo'n manier. En ik ben best bereid voor mijzelf. En ik denk dat er nog een aantal agrarische ondernemers bereid zijn om daarnaar te kijken. Maar dan moet dat wel goed geregeld zijn. En nogmaals, dat moet voor lange termijn. Niet voor 1 of 2 jaar. Oké, helder. Dank jullie wel. En dit is dan de stelling van ronde 2. Het volgende kabinet gaat ecosysteemdiensten volwaardig belonen. Meneer Ginwis. Ja, goedenavond. Wat is uw plan? Nou, allereerst... U heeft een plan. Ja, dat klopt. Maar ik vind dat er ongelooflijk sprake is van kruideniersmentaliteit bij dit onderwerp, terwijl hier juist verbinding mogelijk is. Kijk, als een baggeraar het strand opspuit of een dijk wordt aangelegd, is dat, en hij wordt daarvoor betaald, is dat subsidie? Nee, dat is gewoon een beloning voor het product. Als een wegenbouwer een weg aanlegt en hij krijgt er geld voor van de overheid, is dat subsidie? Nee, dat is gewoon een beloning voor een product. Als een spoorverbinding wordt aangelegd, en er wordt daarvoor betaald, dan is dat een beloning voor een product. En waarom zijn we zo als kruideniers nou al jaren bezig om boeren eigenlijk ja, een beetje onkostenvergoeding te geven of een subsidie? Nee, als een boer landschap onderhoudt, landschap oplevert, waar moeilijk een marktprijs voor te bedenken is, maar dat is voor het aanleggen van spoorrails of het aanleggen van het opspuiten van strand ook moeilijk, dan is het toch logisch dat een boer daar goed voor betaald wordt. En het probleem wat er nu is, acuut,
is dat de bestaande boerencollectieven die al heel veel aan agrarisch natuurbeheer doen, weidevogelbeheer, slootkantenbeheer, kruidrijk grasland, dat daar de huidige beloning al niet afdoende is. Ik heb onlangs een amendement ingediend samen met een heel aantal collega's om in ieder geval te zorgen dat dat in ieder geval wordt geregeld, maar in de nabije toekomst, en helaas is dat niet meer gelukt in de afgelopen tijd en in het landbouwakkoord, maar daar was het wel een heel groot onderwerp. Laten we alsjeblieft in de komende tijd, bij alle verschillen die er zijn, de handen ineens slaan om te zorgen dat de boer een echte beloning krijgt voor het mooie product landschap wat hij levert. Ja, maar daar zijn jullie het waarschijnlijk allemaal mee eens, ja? Denk het wel. Zeker. Dus wat moet dan die beloning worden? Meneer Thijssen, hoeveel per hectare? Nou, ik denk dat het waar is wat de heer Gimbis zegt, is dat de beloning moet echt compenseren wat een boer dus niet kan verdienen aan dat stuk van het erf waar hij het doet. En ik denk dat het ook waar is wat de ChristenUnie zegt, is dat we hebben gisteren natuurlijk van de boswachters gehoord, de mensen die iedere dag in onze natuur zijn, die luiden de noodklok en die zeggen dit is de basis van ons allemaal, het is de bron van ons bestaan en ook de bron van onze toekomst. En die roep die klinkt dus heel erg luid. En ik denk dus dat het ook heel belangrijk is dat een volgend kabinet zegt, we hebben die boeren keihard nodig, want zij beheren ons landschap, we hebben die keihard nodig om die natuur weer te laten herstellen. En dan moeten we ze daar ook gewoon voor betalen. Want het is een belangrijke service die zij leveren aan de samenleving. En daar moeten we als samenleving dan ook iets voor over hebben. Maar hoeveel dan? Wij in ons verkiezingsprogramma maken daar meer dan 500 miljoen voor vrij. Voor de komende 20 jaar. Dus precies wat de persoon net zei. Van we hebben langjarig zekerheid nodig voor ons verdienmodel. Dus wij maken 20 jaar lang meer dan 500 miljoen daarvoor vrij. Zodat we in ieder geval die ecosysteemdiensten daarvan echt van zeggen. Oké, daar zetten we serieus geld tegenover. En we nemen nog een heleboel andere maatregelen om te proberen dat verdienvermogen van die boer in stand te houden. Een half miljard? Meer dan een half miljard. Half miljard elk jaar? Elk jaar. En dat blijft maar terugkomen. Nou, LTO zegt is nog de helft meer nodig. 750 miljoen per jaar nodig. En nog steeds weten we niet hoeveel dat dan per boer, per hectare is, per uur werken. Kunnen we dit niet gewoon terugbrengen naar hoeveel krijgt Niels Wassenaar als hij straks een sloot bijhoudt? Wat voor factuur kan hij dan sturen? Op dit moment is dat berekend. Hè? We hebben 100.000 hectare landbouwgrond met agrarisch natuurbeheer. Alleen al door de gestegen kosten komen ze nu, komt op dat areaal, komt al 20 miljoen tekort. Daar heb je gewoon een concreet voorbeeld. Dat zou je dus, en daar verwijst ook een amendement naar waar collega Grindus net naar verwijst. Daar zou je dus gewoon concreet iets aan kunnen doen. Want nu leggen de boeren dus 20 miljoen bij. En dat is dus de omgekeerde wereld. Maar hoeveel moet het dan zijn? We horen Niels Wassenaar net vertellen. Het is een onkostenvergoeding. U werkt toch ook niet voor een onkostenvergoeding? En dan heb je het over de onkostenvergoeding. En niet over een fatsoenlijke beloning. Een verdienmodel. Precies. Dus kijk, als de plannen over de stikstof, het klimaat, waar we het in de eerste ronde over hadden. Daar zal wat gaan gebeuren. Dat zal misschien ten koste gaan van het verdienmodel van boeren. Deze ecosysteemdiensten zijn daar natuurlijk een vervanging voor. Dus essentieel. En als ik u dan gewoon de simpele vraag stel, hoeveel moet dat dan opleveren per hectare per boer? Of per uur? Of per handeling? Dan blijft het toch alleen maar in hele grote, abstracte getallen. Kunnen we dit concreet maken? Kan dat? Ik wil wel een poging doen. Het is lastig, denk ik, om gewoon een concreet bedrag per uur te noemen. Want welke machines worden gebruikt en wat voor werkzaamheden worden verricht. Ja. Dat is lastig. Kijk, alleen waar het om gaat is dat je budget daarvoor reserveert. En dat kan prima, of het nou 500 miljoen of 750 of 300 miljoen is. Daar kan prima in die verkiezingsprogramma's ruimte voor gecreëerd worden. Zodat je ruimte krijgt om diensten die verleend worden te vergoeden. En dat kan ook prima uit dat budget wat klaar staat voor stikstofreductie. Nou, weet ik niet. Ik hoor van het ministerie van LNV. Het schijnt dat ze daar ervan uitgaan dat een 1400 euro per hectare voor dat soort werk voldoende zou moeten zijn. LTO, als je het aan hen gaat vragen, dan zeggen ze nou, het zou minstens 3000 moeten zijn per hectare. Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Ja, nou, dat is eigenlijk, ja, waar bent u het mee eens? Met 3000? Dat het ongeveer verdubbeld moet worden om een beetje een fatsoenlijke vergoeding te krijgen voor zulk soort ecodiensten. Een verdubbeling. Zou dat voor meneer Thijssen, meneer Gimbis, meneer Bisschop, zou dat een verdubbeling van de huidige onkostenvergoeding, zou dat goed zijn? Dat zou een stap in de goede richting zijn, want dat zou betekenen dat niet alleen de onkosten worden vergoed, maar dat ook de arbeid wordt vergoed. Nou ja, wij hebben gekeken naar het landbouwakkoord, waar LTO en
tafel heeft gezeten. Daar zat 588 miljoen in. Wij hebben het nu op 600 miljoen gezet in de doorrekening. En we kijken of we nog iets verder kunnen gaan. Maar er zijn ook nog andere uitdagingen in dit land. Zoals 800.000 mensen die in armoede leven. Daar wil de Partij van Arbeid en GroenLinks ook iets aan doen. Bovendien is dit natuurlijk niet het hele verdienmodel van de boer. Wat we ook moeten doen, is dat als dat voedsel op een meer natuurinclusieve manier, een meer biologische manier wordt geproduceerd, dat er dus ook wat meer geld naar die boer toe gaat. Dus je zult ook moeten ingrijpen, en dat is de volgende stelling geloof ik, in de markt, om te zorgen dat consumenten ietsje meer betalen. En dat dat dan ook terecht komt bij de boer en niet blijft hangen bij de tussenpersoon. Maar dan zegt u in feite, ja meneer Holman. Ja, dit is een mooie opmerking. Er zijn hele wijze woorden gezegd over wat de boer moet krijgen. En jij hebt een punt. Want deze vergoeding is een klein onderdeel van de verdiensten van een boer. En we hebben geen antwoord op het verdienmodel. En de kern van het probleem is volgens mij dat de boer te weinig voor zijn product krijgt en de burger te veel betaalt. Ik noem een voorbeeld. De melkveehouder krijgt op het ogenblik ongeveer 40 cent. Als je bij Albert Heijn langhoudbare melk koopt, dat is alleen in een pak gedaan en is langhoudbaar gemaakt, betaal je 1,60 euro. Wie krijgt die 1,20 euro? De rest. Van de keten. Ja, dat is een onevenredig deel. Als van die 1,20 euro 5 cent naar de boer gaat, dus niet in plaats van 40, 45 cent, dan is dat voor de gemiddelde boer in Nederland 50.000 euro. Daar kan hij heel veel duurzaamheid van bewerkstelligen. En dan heeft hij ook een fatsoenlijk inkomen. Okay. Als wij duurzaam willen, dan zullen we het moeten willen betalen. Ik ben dan wel benieuwd hoe nieuw sociaal contract dit voor elkaar wil krijgen. Kijk, een van de ideeën die wij hebben is dat we zeggen, er moet een transitiebelasting komen bij de Rabobank, bij de supermarkten, bij de veevoerbedrijven, zeg maar de keten in de landbouw, in het landbouwcomplex. Maar ja, we gaan hier, zodat we kunnen zorgen dat er een fonds komt wat groter is en dat je er ook kunt zorgen dat er meer terecht komt bij maar de boeren. Dit is natuurlijk dit is een belangrijke discussie, maar die gaan we straks doen in een volgende ronde. Ik wil toch even kijken, het hangt allemaal met elkaar samen natuurlijk, maar ik wil toch even blijven kijken naar dat ecosysteemdienstenverhaal. Want ik hoor u zeggen, ja, het verdienmodel moet beter. Ik hoor u ook zeggen, moet meer voor die kilo melk betaald worden. Maar dan laten we nog steeds boeren werken voor een onkostenvergoeding. Nou ja, dat is de kern van het probleem. Dat is het dan toch, een sloot. Ja. Dat is de kern van het probleem. Uiteindelijk, boeren zijn natuurlijk elkaars dierbare collega, maar ook elkaars concurrent. Er zijn veel boeren en er zijn weinig partijen hoger in de keten. En uiteindelijk ben je prijsnemer en werk je, als je niet oplet, tegen de marginale kosten, zoals het zo mooi heet in economentaal. En lever je in op rendement op je eigen kapitaal en werk je bijna gratis. Dat moeten we voorkomen, dat ecosysteemdiensten, dat we op die manier boeren eigenlijk ook weer met een dubbeltje afscheven. Maar los van die vraag van die prijs, waar we denk ik best, daar ben ik het helemaal eens met wat de heer Pierik zei over die verdubbeling en die 3000 euro die LTO zegt, is ook belangrijk dat het niet jaar op jaar wijzigt. Want als je kijkt naar wat er dit jaar moest worden ingevuld door een boer, met de ecoregeling, dan zijn het geen boeren meer, maar dan zijn het ongeveer boekhouders. En ik wil dat boeren kunnen blijven, dus laten we het simpel houden, laten we het eenvoudig houden en laten we het langjarig organiseren. Dus niet korte contracten, met alleen de looptijd van het Europees landbouwbeleid voor 6-7 jaar, maar langjarig. En als dus je dan geld die, vragen, die 20 jaar en dan gewoon 3000 per hectare. En dan dat geld bij voorkeur. Niet op de begroting van een of ander ministerie, bij het ministerie van LNV, want dan komt er altijd weer een politicus met zijn grijpgrage handen langs en die zegt dat de boer het wel voor iets minder kan. Nee, nogmaals, het is geen subsidie, het is geen gunst, het is iets wat je verdient. En zet het dan ook in een fonds met experts die dat beheren, met boeren die dat beheren, zoals bijvoorbeeld nu in die collectieven gebeurt, zodat de politici niet ervoor zorgen dat het mooi begint, maar binnen 3-4 jaar eigenlijk weer een soort van subsidie is. U bent het erover eens dat het ongeveer u bent het erover eens dat het ongeveer 3000 euro per jaar per hectare zou moeten zijn. Hoeveel? 3000. Als het gaat om een grijze. Maar je zou eens bent u het daarmee eens? Is dat een goed bedrag? Is dat voor u een goed bedrag? Dat komt in de richting. Waar je nou zou kunnen kijken, bijvoorbeeld een organisatie als Natuurmonumenten, hoeveel die krijgt voor het beheer van hun grond en aan subsidie. Hè? Van die orde van grootte zou je ook een agrariër die ongeveer hetzelfde doet ook moeten vergoeden. Dat is toch een beetje gek. Een boer verdient toch ook nog geld met het land wat hij beheert. Dus moet hij dan het voor niks gek werken? Om die vergelijking te maken. Maar dat geldt ook voor de terreinbeheerde organisaties. Als ze die hectares verpachten, beurders ook geld. Toevallig ben ik zelf. Dan moet je ook de vergoeding op afstemmen. Ja, dat is toch logisch? Ik ben zelf ook nog een beetje hobbyboer en ik beheer zeg maar een deel van dat agrarisch natuurbeheer.
En de opbrengsten die je met die grond genereert, is uitermate beperkt. En het is vaak echt een onkostenpost. Dus je maait het en de kwaliteit van het gras is heel beperkt. En je kan er eigenlijk niet zoveel mee. Dus dat een boer ook nog echt serieus geld verdient met het agrarisch natuurbeheer. Het is echt een fooi op dit moment. Waarom doet u het dan? Waarom doet u het dan? Volgens mij doen boeren dat omdat ze ook liefde hebben voor de natuur. Hè, hart voor de zaak. En die willen graag ook iets betekenen als het gaat om de biodiversiteit. Oké, meneer Thijssen. Nou ja, wat wij dus doen in ons verkiezingsprogramma is 20 jaar lang een flinke som geld klaarzetten om precies te zorgen dat... dat we boeren hiermee helpen. Ja, maar niet het bedrag per hectare waar ik u om vroeg. 3000. Nou nee, want er is ook nog meer aan het verdienvermogen. Maar dat is de volgende stelling. Daar mogen we nu niet over hebben. Maar dat is er nog niet. Sorry? Dat nieuwe verdienmodel is er nog niet. Nee, maar goed, daarvoor gaan wij het kabinet in. Om natuurlijk dat verdienvermogen van die boeren in orde te brengen. Ja, Om nog één voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld veenweidegebied. Daarvan weten we voor de waterdoelen, voor de klimaatdoelen, voor de stikstofdoelen, moet het waterniveau in het veenweidegebied naar boven. Dat betekent dat er minder opbrengst is van het land. En je moet dus de boeren een vergoeding geven in dat gebied die dat compenseert. Die daarvoor betaalt. Want wij willen graag dat het waterpeil omhoog gaat. Want daarmee stoppen we bijvoorbeeld klimaatverandering. En dan moet je als samenleving ook zeggen, oké, de mindere inkomsten die je daarvoor hebt, die vergoeden we met die ecosysteemdiensten. En dat doen we niet een subsidie of een onkostenvergoeding. Nee, we vergoeden dat wat je misloopt. Dat is wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Vind ik een heel mooi verhaal. Maar volgens mij moeten we ook even terugkijken naar hoe dat verdienmodel, wat het in de vorige discussie ook al over het verdienmodel van de boer. Ik bedoel, meneer De Grote die noemde dat de helft van de boeren onder de lage inkomensgrens zit. Het is 36%, maar het is toch een groot deel van de boeren zit onder die lage inkomensgrens. En er moet dus echt wel substantieel werk gemaakt worden van het verbeteren van het verdienmodel van die boer. En dat heeft ook te maken met het feit dat de laatste 30 jaar de boeren steeds meer moesten betalen voor de kosten die ze maakten. En dat ze naar verhouding steeds minder kregen voor de opbrengsten en voor lagere verkoopprijzen kregen. Dus er was sprake van een serieuze ruilvoetverslechtering. En als je die boeren een normaal inkomen, een fatsoenlijk inkomen wil geven, dan moet je niet het afdoen met een fooi van 1000 euro per hectare, maar dan moet substantieel die ecodiensten die ze leveren voor de samenleving, maar dat doen ze niet alleen voor zichzelf, dat doen ze voor heel Nederland. Hè. Bedoel, okay. Die weidevogels die wij in de top, lucht zien, maar hoeveel is dan 3000 per hectare, hoeveel is dat dan? Kijk, we hebben bedragen gehoord van 100, 200, een half miljard, 750. Wat is dan het bedrag dat er elk jaar in het grote geheel van de Rijksbegroting naar ecosysteemdiensten nou, wij denken, als je kijkt dat het huidige agrarische natuurbeheer al niet goed wordt beloond, als je dat goed wil herstellen, heb je daar al ongeveer 200 miljoen voor nodig. Plus wat er nieuw bij moet komen, denk ik ook 600 miljoen, kom je ongeveer op 800 miljoen per jaar uit. Dat denk ik. En ik proef hier veel eensgezindheid. Dus, en het is weer verkiezingstijd, dus politici doen heel veel beloftes. Laten we niet te veel beloven, want wie zijn wij? Dat wij het perspectief van een boer precies kunnen schetsen, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Maar laten we alsjeblieft dit dan hier de handen ineens slaan en dit gaan regelen. En dat we hier niet over 3-4 jaar of ik weet niet hoe lang het gaat zitten, het volgende dus kabinet 800 miljoen weer is, staan te beloven. 800 miljoen is die 3000 per hectare waar we redelijk enthousiast over waren. Ja. Meneer Bisschop? Ja, kijk, als je uitgaat van die 3000, dan kom je op ongeveer 300 miljoen op jaarbasis uit. Ik denk minder. Sorry? Voor het huidige? Ja. 100.000. Ja. Kan meer worden. Ja, ja, dat kan meer worden, zeker. Maar dat zul je moeten aanpassen. En dan is de vraag van, loopt dat mee op met de, bijvoorbeeld, simpel de inflatie? Dat er nu dus 20 miljoen concreet tekort is, betekent gewoon dat er geen indexering, of althans onvoldoende indexering heeft plaatsgevonden. Als je dat dus wegzet ergens bij een collectief en je moet de tafel rooien en het wordt niet voortdurend automatisch en zonder dat daardoor de politiek op ingegrepen kan worden bijgesteld, ja, dan zijn die boeren op termijn nog het slachtoffer van slecht beleid. Dus wat ons betreft prima om het ergens neer te zetten en dan zorgen dat het geïndexeerd wordt en dat op die manier langjarig over, en dan heb ik het over een termijn van 20 jaar, een generatie zeg maar, dat het langjarig gegarandeerd is dat het werk wat daar in dat kader verricht wordt, wat de samenleving vraagt, wat de politiek wenst, dat dat fatsoenlijk beloond wordt en dat niet de sector op deze manier, zoals het nu gaat, feitelijk uitgebuit wordt. Eens. Ja. Dat resoneert even. Ja, geregeld. Oké, dus eigenlijk is dit iets waar jullie wel uit zouden kunnen komen. Ja,
Thijs, zit misschien nog een beetje te twijfelen. Die 300 miljoen, daar, daar hebben zij in voorzien. Om te voorkomen dat we allemaal roepen, ja joh, er is geld zat. Wij laten het doorrekenen, daar doen we super serieus in. Ja. Wij willen ontzettend veel bereiken. We willen ook dat het minimumloon omhoog gaat. We willen ook dat 800.000 mensen uit armoede gaan. We willen ook dat er een goed verdienmodel is voor boeren. Dat staat nu in de doorrekening op 600 miljoen, niet de 800 miljoen. We proberen nog iets omhoog te gaan. Maar we moeten kijken of daar financiële ruimte voor is. Want er is een groter verhaal, en dat is dat het verdienvermogen ook nog met andere zaken voor elkaar gekregen kan worden. Dus ik ga nu niet zomaar zeggen, ja nee, ik doe mee. Wij zijn serieus over de financiële kaders die we hebben in dit land. Wij trekken serieus geld uit om te zorgen dat die transitie van de natuur en van het boerenerf nu echt gaat gebeuren. Maar er is niet oneindig geld in onze Zou het in jullie hoofd mogelijk zijn dat als boeren drastisch verminderen met boeren, dat je dan een inkomen zou kunnen halen uit ecosysteemdiensten? Zou dat wenselijk zijn? Is dat iets wat in jullie hoofd wel eens opkomt? Ja, dat is wel wenselijk. Als je bijvoorbeeld veenweidegebieden hebt, daar is het zeer moeilijk om gewoon regulier een inkomen te halen. Willen we bijvoorbeeld veenweidegebieden in stand houden, dan zul je als overheid daar gewoon veel en als samenleving daar veel geld voor over moeten hebben. En ik vind het wel zo'n waardevol gebied dat het eigenlijk een maatschappelijke plicht is om dat te gewoon gaan doen. En die boer kan daar dan eigenlijk gewoon blijven, maar dan zonder beesten, zonder landbouw afhankelijk van. Ik zou in beide gebieden wel die koeien willen houden. Zeker, dat is ook niet wat ik zeg. Nee, maar we moeten de natuur en de landbouw dichter bij elkaar brengen. Ja. Dat kan met het agrarisch natuurbeheer kan het heel mooi. Dus de landbouw die moet iets meer opschuiven richting de natuur. En de natuur moet iets meer opschuiven richting de landbouw. En dat laatste, dat zien we eigenlijk nauwelijks gebeuren. Ja, precies. Daar groeien, kijk, daar waar dat samenkomt, daar groeien de mooiste bloemen. Dat is het hele punt. En ik vind van boeren hier een soort van toekomstperspectief schetsen als veredelde parkbeheerders. Nee. Het begint altijd met landbouw, maar dat kan heel mooi samen. En juist, zeker aan eentonige natuurgebieden of eentonige akkers, daar komt geen biodiversiteit. Maar juist in die verbindingen, daar komt het. En dat kan met landschapselementen, dat kan op het kruidenrijk grasland, wat werd genoemd. En dat, daar gaat het om en dat moet serieus beloond worden. Ik weet niet of veel boeren gebaat zijn bij dit soort constructies. Want Wat voor constructies bedoelt u precies? Dat ze als het ware betaald worden voor de duur. Dat moet gebeuren. Maar de afhankelijkheid van hun bedrijf van de vergoeding van ecosysteemdiensten. Ik zou daar, als ik boer was, zo ver mogelijk bij weg willen blijven. Want al die jaren dat ik woordvoerder ben van landbouw, er is geen jaar voorbij gegaan of de subsidies, de vergoedingen, worden weer ter sprake gebracht. Als het gaat over de Europese gemeenschappelijk landbouwgelden, wordt voortdurend meer prestatie gevraagd voor gewoon hectarevergoedingen. Terwijl die in feite ooit zijn ingesteld, zodat de samenleving, de bevolking, tegen lage kostprijs goed voedsel kon krijgen. En nu worden de boeren erop aangekeken. Zij krijgen een heel groot budget vanuit Europa. Ja, eigenlijk is het subsidie van het voedselprogramma voor de bevolking. Alleen dat wordt niet meer gezien. En de kwetsbaarheid van dit systeem, van dit subsidiesysteem, daarom moet je het op is erg groot. Oh, ik zie dat meneer Pierik een beetje staat te schamperen bijna. Nou, nee, goed. Ik bedoel, ik denk dat het meneer Bisschop heel goed zegt. Hè, dat we natuurlijk op een verkapte manier voedsel subsidiëren. Hè? Ik bedoel, doordat we heel veel geld in de landbouw pompen. In 1960 gaven we 30% van ons besteedbaar inkomen uit aan voedsel. Op dit moment is dat nog 10%. En we hebben in die periode zogenaamd een enorme welvaart meegemaakt. Ik denk dat we, als het gaat om het aandeel dat we uitgeven aan voedsel, als dat weer wat omhoog gekrikt kan worden, als dat weer een beetje in normale proporties terugkomt, dat we ook aan die knoppen kunnen draaien om het inkomen van die boer, het verdienmodel van die boer weer een beetje omhoog te krikken. Thijs? Nou ja, daar ben ik voor. Dat er gewoon een prima verdienmodel is voor boeren. Maar dan hoop ik ook wel dat ik BBB aan mijn kant vind om te zorgen dat het inkomen wat mensen hebben, en vooral aan de lage inkomens en middeninkomens, dat die dan ook wel meer geld overhouden in hun portemonnee. Want we zien nu 800.000 mensen die in armoede leven. Als dat geld, als dat voedsel zomaar duurder wordt, dan komen die mensen wel in de problemen. Dus dit gaat hand in hand volgens mij. We moeten en zorgen dat die boeren een beter verdienvermogen hebben en houden. Ook al veranderen we die landbouw.
En we moeten zorgen dat we die mensen wel uit de armoede tillen. Nou ja, we hebben net gezien dat 36% van de boeren onder die lage inkomensgrens zitten. Dus ik bedoel, ook die armoede komt bij in de landbouw voor. Hè? Dus ik bedoel, we moeten niet doen alsof dat alleen in de rest van de samenleving zit. Maar als je, dat is een ook van jullie voorstellen, volgens mij gaat beprijzen. Dan maak je het voor de man die het voedsel bijna niet kan en de vrouw die het voedsel bijna niet kan betalen. Het voedsel wel zodanig duur dat je hun in de moeilijkheden brengt. Ja. En als je hebt over bestaanszekerheid, is dit een punt dat moet je niet gaan doen wat jullie voorstellen om de kosten kunstmatig omhoog te brengen. Om dan een soort gewenst gedrag af te dwingen. Gaan we zo over doorpraten. Ja. Mag ik u voor dit moment hartelijk danken, heren. Dank jullie wel. Geef ze een hartelijk applaus. Dan gaan we naar Esther, naar de mensen hier achter ons. Ja, ik ben eigenlijk ontzettend benieuwd wat Niels Wassenaar vindt van wat er hier allemaal gewisseld is zojuist. Ja, zeker. Ik zal dat als eerste inderdaad aan hem vragen. Niels, hoe kijk jij terug op het debat? Nou, kijk, wat ik in ieder geval een aantal heb horen zeggen is dat ze het voor langjarigen, voor lange termijn, dat is ook iets wat ik pleit, als je dat gaat doen, moet je dat voor lange termijn doen. Er werd natuurlijk heel erg geprobeerd om te kijken naar een hectareprijs. Wat moet het dan zijn? Dat is er gewoon kenbaar, dat is er gewoon ook niet. Als je het aan mij vraagt, wat moet ik dan precies hebben? Dat ligt eraan welke dienst gaan we leveren, welke arbeid moet ik inzetten, welke kosten moet ik maken. En wat betekent dat voor jaarkosten? Dus heel makkelijk is dat niet zeggen. Ik denk dat de berekening van LTO een goede inzicht geeft van, nou, dat zit rond die 3000. Maar dat zal voor elke ondernemer ook weer een beetje verschillend zijn. En wat je uiteindelijk in een debat wil natuurlijk, is dat eigenlijk partijen gaan zeggen, maar we gaan het gewoon echt doen. En wat ik hier nou net een beetje hoorde was, we zijn het wel redelijk met elkaar eens. Maar dat ik nou rustig ga zitten en van dat gaan ze regelen, dat heb ik niet. Nee. Nog geen vertrouwen dat het ook goed gaat komen? Vertrouwen is natuurlijk wel een heel groot woord weer. Kijk, de essentie en de noodzaak, die zag ik. En die voelde ik bij een aantal partijen. Dus dat is goed. Alleen nou nog even omzetten in daadwerkelijk goed beleid. Ja, en daar begint het bij. Jij zat halverwege het debat naar mij te wuiven. Ja, dat klopt. Het klinkt natuurlijk altijd heel mooi als je grote bedragen noemt, maar dan 20 jaar weggezet. Als je die terug gaat tellen naar bedragen per jaar, ja, dan schrik je wat daar dan van overblijft. En zeker als je het hebt over de hectares, waar we het dan ook wel eens een keer over hebben. Er werd er natuurlijk genoemd, er moeten flinke beloningen komen of vergoedingen voor het veenweiden. Nou, ik weet niet of meneer Thijssen weet hoeveel hectare veenweiden we hebben, hoeveel hectare kruidrijk grasland er al zijn. Maar als je 500 of 600 miljoen in 20 jaar terugtelt, heb je het over 25 miljoen per jaar. Nee, het is per jaar. Nou, dan doen we iets meer inderdaad. Maar als je dat doortelt, hè, over de hectares waar je het over hebt, dan blijft er heel weinig geld over. Ik kom zo bij u terug, want u gaat ook de derde stelling inleiden. Ik wil even hier, want ik zag u ook een paar keer hard knikken. Ja, het klinkt heel mooi dat we grote bedragen praten en ik ben het wel met Stefan eens. We hebben het over 100.000 hectare ANLB, agrarisch natuurbeheer. En wat Stefan gelijk heeft, en dan kijk ik even naar meneer Pierik, die weet mij waarschijnlijk precies te vertellen hoeveel hectares landbouwgrond we hebben in Nederland. Dat is iets meer dan 100.000 hectare. Dus of we daar nou 300, 400 of 800 miljoen neerleggen, dan gaan we het niet meer redden om die ecodiensten die we op alle hectares willen gaan zetten, gaan betaald krijgen. Dus komen boeren niet gauw in beweging, want als het economisch niet betaald wordt, gaat het ecologisch niet gebeuren. Dus dat is wel dat ik het met Stefan eens ben. Weet waar je over praat. We hebben het over 100.000 hectare agrarisch natuurbeheer. Daar weet ik toevallig iets meer van. Maar we hebben veel meer andere grond waar we ook een opgave hebben. En dan komen we inderdaad aan de 400.000, 500.000 hectares in het veenweidegebied. Maar ook hier in de droogtegevoelige zandgronden in Achterhoek. Dus weet waar je over praat voordat je allerlei bedragen gaat roepen. En met alle respect, ik ben het eens. Als we 3000 euro per hectare gaan krijgen als ondernemer, dan gaan de boeren in beweging komen. Alleen, ik weet niet waar dat geld vandaan zou moeten komen. En hoe zou het dan wel moeten? Nou, ik denk dat er zonder meer gekeken moet worden wat we met onze producten die we als basis van onze bedrijven hebben, wat we daarmee kunnen verdienen, daar moet het inkomen mee komen. Wat we met agrarisch natuurbeheer en aanverwante ecodiensten kunnen realiseren voor de maatschappij, dat moeten we goed betaald krijgen. Maar laten we dat wel, en dat vind ik de meest verstandige wat ik vandaag gehoord heb, en dat is van de jonge man die hier naast mij zit, die zei, ja, ze moeten maar eens een beetje dichter bij elkaar gaan zitten komen. En nu is het ieder praat voor zich, en ieder probeert zoveel mogelijk mensen naar zich toe te trekken, daar hebben we een mooi debat voor, dat is de bedoeling ook. Maar ik vond dat de meest verstandige opmerking van vanavond nog. Als we met z'n allen iets willen, dan mogen we misschien verwachten van onze politieke leiders dat zij ook samen gaan werken en dingen op in gang gaan zetten.
Hetzelfde wat we verwachten van ons als boeren, dat wij dat met de maatschappij gaan doen. Misschien kunnen we allen het voorbeeld gaan geven. Dank je wel. Dank jullie wel.